inderdaad wel een gek verhaal. Want jij zegt heel duidelijk, nee, zij hoeven helemaal niet te wachten tot het hotel hun gaat betalen. Zij moeten gewoon met mevrouw direct... Ze hebben een eigen zelfstandige aansprakelijkheid en ze moeten dus gewoon betalen. Nou, of het hotel dus wel of niet gaat betalen, we moeten hoe dan ook bij Arke zijn. Dus namen we contact op met ze en als wij ze spreken, geven ze toe dat de uitbetaling niet afhankelijk is van het hotel en dat ze dit niet zo hadden mogen zijn. Ja, ze trappen er mooi niet in, Bart. Later zijn we ons weten, het hotel heeft direct alle stoelen in het restaurant onderzocht op eventuele gebreken om een dergelijk ongeval in de toekomst te voorkomen. Is dat een soort... Ja, daar gaat de eerste. Ja. En dan met twee. Oh, wat is het eng. Oh, het bewoog. Nemen wij de verantwoordelijkheid op ons en gaan dan ook over de vergoedingen van de niet genoten vakantiedagen en de extra kosten die het echtpaar heeft. Nou, is het gewoon. Als die beweegt, dan is het even. Ja? Zie je? Ja. Zodra hier meer duidelijkheid over is. €1,416 nog wat krijgt u sowieso. En daarbovenop nog een keer. Nou ja, daar moet u nog wel wat het op is. Ja? We zagen bij ons niet direct het eerste. En we hebben elkaar verdrien hoor. De waarschuwing naar anderen. Maar die waarschuwing die nemen we heel goed in. We nemen een foto, maar we nemen getuigen. Website groetenvanmax.nl of op teletextpagina 332. Hier kunt u ook terecht als u zelf een vraag of een klacht heeft. Volgende week weer een nieuwe Groeten van Max met daarin onder andere het verhaal van Anja en Ria. Zij boekten en betaalden een vakantie, maar kregen uiteindelijk niks. Als je zoveel jaren niet weg bent geweest en je er zo op verheugd om weg te gaan en het gaat dan niet door, ja, toen stortte voor mij gewoon de wereld in. Ik wens je nog een fijne avond en mocht u op vakantie gaan, doe voorzichtig en anders ga ik tot... Hé hey Bart, het plakt aan die snavels! Die dacht dat hij overlevende was van een natuurramp in Colombia. Met spoorloos reisde hij daar naartoe. Bij de ene kant vond ik het blij, aan de andere kant vond ik het spoorloos extra. Na de uitspraak van meester Visser moet de makelaar het huis van mevrouw Proto's leeghalen. Het was echt een enorm toestand. De politie was erbij. Ja, er was dus ook aangifte gedaan. Dit komt de sfeer zeker niet ten goede. We halen de vloer net even uit en dan zijn wij weer weg. Okay? Ja, veel plezier ermee. De politie is erbij geweest, dus bij deze verwacht ik dat we van elkaar nu niet meer zien. Oké. De rijdende rechter wordt vervolgd. Morgen bij de NCRV.